Ja. Maar ik heb alweer nog genoeg lang geduld. Nou, pasta meer, hè? Ja. Ik ben meer een pasta mens. Goedemiddag, Onno. Oh, ik heb mijn horloge niet om. Goedemiddag, Ineke. Ik ga nog even mijn horloge omdoen. Oké. Okay. Ja. We waren al helemaal klaar, dus voor het vertrek. En de buren zijn vertrokken vanochtend. Er zijn weer wat plekjes vrij. Fietsers staan klaar. Veel mensen weer vertrokken. Hè? Wat zeg je? Er zijn trouwens weer veel mensen vertrokken. Ja. Maar er zullen er wel weer genoeg terugkomen. En dit is vlog? Dit is vlog 50. We zijn, ja, is een mijlpaal. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, sowieso. Sowieso. Vlog 50 is een mooi getal. En hoeveel abonnees hebben we sinds vanochtend? 1001. Allemaal bedankt, kijkers. Jullie die kijken, jij die kijkt, iedereen die kijkt, bedankt voor het kijken en voor het abonneren. Maar er is nog altijd van de kijkers 47% die geen abonnee is. Dus er kunnen er best nog wel een paar bij, denk ik. En het kost niks. En het kost helemaal niets. En trouwens, als je niet weet hoe het moet, laat maar even een comment achter. Mag sowieso voor alles, vragen, alles, comment. Opmerkingen. Duimpje natuurlijk. Ja. Maar ik heb alweer nog genoeg lang geduld. Oké, waar gaan we vandaag naartoe? We gaan naar, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nou, we gaan een half uurtje fietsen. 40 minuten. 40 minuten? Ja, en er was één steile berg bij. Oh jeetje. Ja, maar daar was weinig verkeer, dus die moeten we kunnen hebben. We zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Nou, dit was het wel weer voor nu. Hey Onno. Hey Ineke. Wat doen we hier? Ik zet even de... helm uit. Helm uit, tenminste de communicatie. Wat we hier doen? Nou, wat we hier doen is in ieder geval dat we op een weg rijden richting Agua Amarga. Ja, maar nu vragen we ons af of je denkt dat we dit gaan halen. Ja, want we zien een weggetje daar. Ja, moet je met je vinger voordoen, anders zie je het niet. Daar naar boven gaan? Ja, daar rechts naar boven gaan. Tussen de bergen. Maar dat denk ik toch niet? Nee, want ik heb geen enkele auto die ons ingehaald heeft daar zien rijden. Dus ik denk dat we links de bocht om en dan weer naar beneden gaan. Dus we gaan verder, Ineke. Ja, we zijn uitgerust weer even. Ja. Oké. Even een pietpraatje. Praatje Piet. Praatje Piet. We zijn bij Agua Amarga. Agua Amarga. Ja, we gaan even kijken of we een leuk restaurantje kunnen vinden. Ja, maar het is nog goed, hè? Ja. Oh, 1 uur. Ja, dus kunnen we wel... ik zie daar leuk restaurantje. Ja. Ik heb er wel. Ja. Trouwens wel de golf in de gaten houden. Ja, want anders staan we tot onze enkels in het water. Ja, nou. Dan gaan we hapje eten. Ja, en dan kijken we wel of hier nog wat te doen is. Ja. Zo, net even een heuveltje op. Het eerste stukje hebben we moeten lopen. En Onno moet een plusje doen. Heb je al gedaan, Onnie? Nee hoor, ik niet. Nee. Oké, even een stukje fietsend. Heb ik het nog nooit gedaan, het is de eerste keer. Ja, we zitten mooi op een blauw fietspad. op het bankje zitten. Ja, want ik moet kunnen met alle één hand rennen. Zo, veel gedaan hoor. Veel gefietst. En te veel gegeten. En te veel gegeten. Maar wel lekker. Ja, lekker tochtje. Terug was het eerste stukje moeilijk, maar de rest was eigenlijk... Ja, want de laatste 50 meter van de berg opgelopen. Ja. Want dat was niet meer... En we gaan je gaat koffie zetten? Ja, ik ga koffie zetten, ja, hoor ik. Oké. Ga ik koffie zetten? Ja, doe jij het maar. Oké. Nou, hey, goedemorgen Onno. Dag Ineke, goedemorgen. Wat staan we hier te doen? We gaan weg en we staan de camper... Het grijs water te lozen van de camper. Ja, dat ruikt een beetje. Zeg je? Dat ruikt wel een beetje altijd. Ja, nou is blij dat er geen geur-tv is. Geurvlog. Nou, het is mooi weer hè, na de storm van gisteravond, vannacht. Ja, vannacht ja. Dus, het is nu, ja, het waait een beetje, maar niet echt heel veel. Nee, het is lekker. Het is zelfs warm in het zonnetje. Dus. 17 graden geeft hij aan. Ja, nou, het voelt wel warmer aan moet ik zeggen. Ja, in het zonnetje zeker. Ja. Maar ik hoor geen water meer lopen, dus ik denk dat we... Dat we kunnen gaan? Dat we kunnen gaan. Oké. Zo, water geloosd, vooruit schoongemaakt. On the road again. Alweer even op weg. Dat klopt. En we hebben hier toch wel echt een mooi uitzicht. Ja, goed. We hebben door klieve bergen. Ja, het is maar goed dat je de ramen ja, hè? Hebt schoongemaakt. Maar erg vies. En aangezien we geen dashcam meer hebben, die is nou niet echt stuk, maar... Nee, de dashcam is niet stuk, maar nee, het voetje ding... waar die op ja. Moet. Ja. Ja. Met het kleef dingen aan de ruit. Dus als iemand er nog één over heeft. Ja, je schijnt ze los te kunnen kopen. Ja. Maar als je er nog één over hebt, we houden ons aanbevolen. En we gaan nu naar Roquetas. Roquetas is de markt. Een camperplaats. Ja. En dan gaan we daar nog even een paar dagen voor. Volgens onze buurman 2 minuten lopen naar de boulevardstrand. Nou, kijk eens aan. Maar nog wel een eindje naar de Roquetas de Mar zelf. Maar dat was ook een paar minuten hoor, 10 minuten of zo. Ja, ja. Maar we gaan het zien. Ja. Nou, wat je in heel veel in Spanje ziet, zijn kassen. Ja, deze, maar dit is wel... Houd links aan. Heel erg hoor. Dit spant de kroon. Nou, en het is gewoon, nou ik wil niet zeggen midden in de stad, maar... Wel dichtbij. Ja. Tegen de stad aan. Ja. Elk centimetertje is... Houd links aan. Is... Benut. Benut. Met kassen. Jeetje. Maar nu richting zee volgens mij. Ja, heerlijk. Nou, 12:15, 17 graden. Weinig wind. Ik zeg lekker. Lekker. Maar we zijn er nog niet. Nee, nog? 4,8 kilometer. Ja, zoiets. Nou. Kijk eens wie daar in het zonnetje zit. Is dat niet onze Ineke? Nou, mijn Ineke. Is lekker, schat? Ja, heerlijk. Ja, hè? Het is 16 graden, mama. Het voelt een stuk warmer aan. Ja. Ik heb zelfs al zweet op mijn rug. En ik heb net gedoucht vanmorgen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat heb je gedaan dan? Weinig. Maar het is best grappig hier. Zullen we het daarop houden? Ja, grappig. Ja. Het is Ik moet voornamelijk Duits praten, een beetje Frans. Ja, als je je ogen dicht doet, denk je dat je in Duits bent. Ja, maar dat is niet erg, want ik vind het allemaal prima. Het zijn allemaal aardige mensen, dus wat dat betreft. Maar het is ook een krap plaatsje, Ineke. We gaan het ermee doen, 6 nachtjes. Zit je haar goed in? Nee. Nee? Maar dat geeft niet. Nee. Nou, een stukje gefietst. Nou, je ziet de achtergrond bij Ineke. Mooie bergen. En we staan hier bij een kasteel. En dat is Castillo de las Roquetas de Santa Ana. Nou, mooi of niet mooi? Hier gewoon een toeristisch plekje. We zijn nu een beetje redelijk dicht op bij de boulevard, maar daar zijn we net al geweest. En we zijn nu hier. Ik ga even het trappetje op, misschien is dat wel mooi bij de haven. Want die is hier vlakbij. Nou ja, kijk, dat is wel mooi. We gaan straks een hapje eten. Italiaans hebben we besloten. Ik heb ontzettende zin in pizza. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar... Jij zin in pizza, Ineke? Ja, nou pasta meer, hè. Ja. Ik ben meer een pasta mens. Ja, pasta mens, hè. Ja, niet de pizza mens. Nee. Oké. Okay. Zo, Ineke. Dat zegt het weer. Ik wilde daar vanaf. Ja. Nou, hallo Onno. Hallo Ineke. We zitten niet bij de pizzeria. Nee, dat wilden we wel in eerste instantie. Maar dat was dicht. Dus en nu zitten we in een tapas restaurant. Een beetje aparte tapas af en toe. Er komt al wat aan. Dus. Oké. Okay. Gracias. Oh. Dat is de tonijn. Tonijn met pepper. Ja. En 3 olijven, die zijn voor u. Oké. Okay. Dus we zitten in een tapasrestaurant, we hebben het een en ander besteld. Ja. Er zit ook heel veel gerecht in, wat ik denk van dat is absoluut geen tapas. Hamburger, hotdog, wat was er nog meer? Rare dingen, kebab. Oh, die heb ik besteld, chicken kebab. Ja, lekker hoor. Nou, dat is nog even afwachten, maar ik denk het wel. Okay. Eet smakelijk, schat. Jij ook, schat. Nou, mooi winkelcentrum, Onno. Ja, echt wel. Ja. Groot. Winkels, groot. We hebben net wat koffie hier gedronken, jij een colaatje. We gaan nu naar de... Carrefour. Even boodschappen doen, eten voor vanavond. En dan gaan we naar de camper toe. Terug naar de camper. Ja. Nou, dit is een beetje rond. Oh, daar komt Dandy Meester Dandy aan. Maar we gaan nu de Carrefour opzoeken. En die is hier volgens mij en dan links. Ja. Jullie als kijker rechts.